Zoals Herman Vinkes ooit al zei, stoplicht op rood, stoplicht op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Maar wat mis jij in Almelo? Wij vragen het aan de jongeren in Almelo. Maar wat mis jij nou in Almelo? Wat ik in Almelo mis? Dat is een goede vraag. Een discotheekje of zo, een mooie plek waar je uit kunt gaan. Dat wel een beetje. Ja, hetzelfde wat hij zegt eigenlijk. Ook gewoon grote discotheek, niet van die kleine barretjes de hele tijd. Nou. En de Zara, hè? De Zara mis ik ook. De Zara. Evenementen zou wel leuk zijn in Almelo. Dit jaar hebben we open air gehad. Maar op Schelfors Park hebben we ook altijd wel eens evenementen. Maar het mag allemaal voor mij wel wat groter en wat meer. Nou, ik mis in Almelo wel een grote Zara. Wij moeten allemaal als meisjes zijn de afgelopen tijd naar Enschede heen. En ik mis hier wel een Zara. Nou, ik mis een echte leuke uitgaansgelegenheid voor jongeren. Dat zal Almelo echt mooier maken. En ook mis ik wel evenementen. Je hebt laatst dit weekend je lentefeesten. Maar ik mis er wel meer. Met ook leuke artiesten. Ja, ik zeg maar voor de jongen, ik ben nog geen 18. Dus ik kan nog niet eens bier mee krijgen. Dus dat is wel lastig. In een discotheek kun je dan af en toe met een paar mensen vragen. En in de kroeg vind ik dat wel moeilijker dan in een discotheek. Voor evenementen denk je dan aan? Gewoon bands die komen optreden. Activiteiten bijvoorbeeld, kan ook gewoon. Dat zou mij heel erg leuk lijken. Nou, wat meer gericht op jongeren en leuke artiesten, denk ik. En wat voor artiesten dan? Dus denk aan Broederliefde of techno hou ik ook wel van. Ja, wat leuke rapartiesten of zo. Denk ik. Dus jij zegt dat Verknipt hier naar Almelo moet komen? Oh ja, als dat kan, doe maar op Marktplein. Wel gezellig.